Met het losgieten werd in Winterrey het sein gegeven voor de start van Boerenbruiloft. We staan hier in Winterrey voor de nieuwe MFA, de multifunctionele accommodatie. En we gaan eens een kijkje binnen nemen, want er schijnt een boerenbruiloft aan de gang te zijn. En wat dat precies inhoudt, daar gaan wij achterkomen. Kom op! Het is in ieder geval goed druk en ik zie veel verklede mensen. We zullen eens een aantal mensen wat vragen gaan stellen. Ik sta hier naast Theo Verloon, Karen van Es en Huip van Asten. Drie mensen uit de organisatie van de boerenbruiloft. Theo, ik begin bij jou. Een boerenbruiloft. Waarom? We hebben een organisatie, of we hebben de boerenbruiloft georganiseerd omdat we 44 jaar bestaan en omdat we om de 5 jaar een ludiek feest vonden om heel de gemeenschap bij te betrekken, hebben we de boerenbruiloft georganiseerd. Okay. Klinkt heel leuk. Karin, boerenbruiloft. Wat houdt dat precies in? Nou, een boerenbruiloft heeft altijd betrekking op de carnaval en is van vroeger uit eigenlijk, omdat de mensen toen niet veel geld hadden, dat ze geen bruiloft konden betalen. En dan werd het vaak in combinatie met de carnaval georganiseerd. En ja, wij doen het dan buiten het carnaval, maar omdat we een carnavalsvereniging zijn, leek het ons toch wel leuk om te organiseren. Okay. En Huip, wat gaat er nu nog gebeuren? Want ik heb vernomen dat er net getrouwd is in de kerk. Wat gaat er gebeuren hier in de MFA? Nou, op dit moment is de koffietafel bezig. Alle mensen die vandaag mee hebben gedaan en alle mensen die een kaartje gekocht hebben in de uitwinterij, die zijn nu samen aan het eten. Als het afgelopen is, hebben we het officiële gedeelte eigenlijk gehad en dan begint de feestavond. Kijk, dat klinkt goed. Wij gaan eens binnen een aantal mensen interviewen die te maken hebben met de bruiloft. Ik sta hier naast het bruispaar waar het vandaag allemaal om draait. Mag ik jullie wat vragen stellen? Ja, nou, eerste vraag, brandende vraag, waar kennen jullie elkaar van? Wij hebben elkaar ontmoet bij de carnavalsvereniging De Huifnaar in Winterrey. Dat klinkt heel romantisch. Was het meteen liefde op het eerste gezicht? Ja, natuurlijk, uiteraard. Ja. Ja. Ik zie het ook hoor, de chemie tussen jullie. Ja. Ik zie daar een tafel met allerlei lekkere etensmaren en cadeautjes staan. Kunnen we daar even naartoe lopen? Ja, zeker. Nou, kunnen jullie iets vertellen over deze tafel? Bijzondere cadeaus die wij gekregen hebben. Ik had twee suikerooms en die hebben een sok met geld gegeven. En ik heb de akte van de notaris hebben wij samen net ontvangen. Akte van overdracht van grond. Een aantal bunders op verschillende plekken hier in het dorp. En, daar zijn dus, we zeer content mee. Ja. Het ziet er allemaal heel mooi uit. En ik zie verder ook veel eten staan. Was dat, is dat traditie? Ja, en onze vraag. Wij hadden gevraagd om eten. Ja, dat wordt dadelijk ook verdeeld tijdens de feestavond. Gaan ze met hapjes rond en veel wat hier vandaan komt. We hebben ook nog een speciale mooie peperkoek gekregen. Dat is ook een teken van... Ja, verliefdheid, liefde. En voor ons huwelijk. Dus, Ik zal even nog laten zien. En onze bruidskinderen hebben we allebei een dienblad, twee dienbladen gekregen. Dat hebben ze zelf getekend en in vernis gezet. Dus er staat op Adriana Antonius, getrouwd 24 april 2010. Hartstikke mooi. Prachtig, die goede oude tijd. Dan heb ik nog één slotvraag. Hoe lang gaat het duren, dit huwelijk, denken jullie? Nou, in ieder geval tot het einde van de avond. Tot het feest afgelopen is. Oké, heel veel plezier nog vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
We zijn hier bij de koffietafel en ik heb weer twee personen gevonden die ons iets gaan vertellen over de boerenbruiloft. Wie zijn jullie? Nou, ik ben de vader van de bruid en dit is mijn vrouw, dat is natuurlijk de moeder van de bruid. Ja, het is zo'n bijzondere dag om je dochter zo te moeten geven aan iemand anders. Hè? Ja, ze gaat nu de deur uit. Hè? Het is echt zover, hè? Mijn vrouw die vindt het eigenlijk jammer dat ze kind weggeeft, maar ze krijgt een kind bij, hè? Het kind bij. Dat is heel mooi, heel lief, hè? Dat is prachtig gezegd, ja. En hoe heeft u het nou ervaren? Want u heeft er denk ik traditioneel weggegeven. Nou, ik vond het heel ontroerend. Ik vond het zo leuk, maar ik kreeg wel een beetje een brok in mijn keel, ja. Zijn er veel tranen gevloeid deze dag al? Ja, want mijn moeder is er ook bij. En die kreeg natuurlijk het gevoel toen ik ging trouwen. En dan komen de tranen toch, hè. Ja. Ik vond het wel leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja, leef je toch naartoe na zo'n dag, hè? Ja, natuurlijk. En dan gaan we vanavond een mooi feestje bouwen. En dan morgen vroeg komen zij bij ons weer gewoon op de koffie natuurlijk. Hè? Nou, kijk eens aan. En het eten? Bevalt het goed? Het is heerlijk. Goede rundsoep. En we krijgen nog van alles. Het is echt een bijzondere dag, hoor. Ja, zeker. Nou, dan wens ik jullie nog een smakelijke voortzetting. En heel veel plezier nog op het feest. Dankjewel. We hebben net gesproken met de ouders van de bruid. Nu gaan we eens even spreken met de ouders van de bruidegom. Hoe vinden jullie tot nu toe vandaag? Nou, geweldig. Het was echt geweldig. En het weer, dus het slaagt altijd al, het weer alleen. En een geweldige schoondochter, hè? Toen hij haar de eerste keer leerde kennen, had hij al meteen zoiets van, dit is ze? Ja, echt. Het klikte meteen, hè? Ook zie enige twijfeling? Ja, natuurlijk. Ik heb altijd tegen hem gezegd, tegen mijn zoon, je moet aan de eerste perenwijgen niet dood eten. Dus, maar hij heeft wel wat ervaring, dus ik denk toch wel dat hij goed zou gekomen. Dat dacht ik in het begin al, ja. Wijze les. Hebben jullie vandaag nog iets speciaals gedaan? Iets als taak van de ouders? Nou, gisteravond, hè? Gisteravond hebben we onze zoon bij ons geroepen. En dan hebben we hem toch nog enkele dingen verteld die we dachten dat hij moest weten. Zouden wij daar iets van mogen weten of is dat geheim? Nou, daar mag ik wel iets van weten. We hebben hem eens verteld dat de kindertjes niet uit de rode kool kwamen. Maar dat hij daar zelf iets aan moest doen. En ik denk wel dat hij daar wel klaar zal krijgen. Dus u verwacht wel snel opa en oma te worden? Zeker. Nou, open natuurlijk. Ja, zeker. Ik zie meteen stralende gezichten. Ja. Oké. Nou, wij wensen jullie nog een hele fijne dag. En geniet ervan, hè? Ja, doen we. Fijn, bedankt. Ja, dank. Okay. Zoals jullie zien, jong en oud zijn vertegenwoordigd hier op de bruiloft. Hier naast mij staan vier knappe kinderen, de bruidskinderen van de bruiloft. Mag ik jullie een paar vragen stellen? Ja? Begin ik bij jou. Was het leuk vandaag? Ja. Wat heb je moeten doen? Ik weet het even niet meer. Je weet het niet meer. Heb je bloemetjes vast mogen houden? Ja. En weet jij nog iets wat jullie gedaan hebben? Nee. Nou, ik vind wel dat jullie er prachtig uitzien. Wie heeft die kleren gemaakt voor jullie? Weet ik niet. Weet niet. Nou, ze zien er prachtig uit. En heren, is het eten een beetje lekker? Ja. En wat gaan jullie straks nog doen? Dat weet ik niet. Ik denk heel veel feest vieren. Denk ik ook. En krijgen jullie nou ook allemaal lekkere dingen vandaag? Ja. Dus het is eigenlijk wel een supergezellige dag. Ja? Nou, dan geniet er nog van. En dansen dadelijk, hè, op het feest. Ja? Oké, goed zo.